We love Misses! Ik ben Anna Ohanian, een van de organisatoren van Miss Armenia Belgium. Ik ben Karine Ohanian, de zus van Anna. En ik ben ook een van de organisatoren van Miss Armenia Belgium. En sommigen kennen mij als KO. I'm Tatevik Manukyan. I'm also one of the organizers. Oorspronkelijke idee was om Armeense meisjes samen te brengen. Dus eigenlijk actief worden, zich kunnen voorstellen en Armeense cultuur, Armeense meisjes bekendmaken in België. Well, I have organized 5 years ago Miss Little Armenia Belgium. And then I stopped with it because I was very busy with my singing career. And then I was really blessed that I had these two amazing girls who wanted to restart with me, Miss Armenia Belgium, then for older girls. And my sister joined and my friend Tatev, and we felt very strong together to organize this beauty pageant. And we are very proud to represent Armenian girls in Belgium, and also we will represent Belgium in Armenia. Նախ սկսեմ նրանից, որ մենք ունենք մեծ համայնք այստեղ Բելգիայում, հայերի մեծ համայնք, ու դրա հետ կապված մենք որոշեցինք, որ մեր հայ աղջիկների գեղեցկությունը, շնորհքն ու տաղանդը պետք է անպայման ցուցադրվի, տեսնվի Բելգիայում. Դա առաջին պատճառն էր, իհարկե կան նաև այլ հետաքրքիր պատճառներ, որոնք արդեն կազմակերպության գործունեության ընթացքում արդեն պարզ կդառնան։ Well, wir sind voll besig mit Fotoshoots. We gaan ook verschillende workshops organiseren om de meisjes zo ook met elkaar een beetje kennis te laten maken. En dan repetities, zeer belangrijk. Elke zondag zullen er repetities zijn en er zal een dans geleerd worden, dus Armeense traditionele dans, moderne dans. So of course we have many sponsors for Miss Armenia Belgium. We have head sponsors who will give all the finalists presents. For their effort and also for participating, of course. But the first three girls who will be winning, so the Miss Armenia Belgium, then the first and the second place, they will have a really lot of beautiful presents, a lot of things that have to do with beauty and glit and glamour, let's say. So sure, they have a lot of beautiful presents and of course the title and the crown, yes, is the most important actually. Մենք ֆինալը պլանավորել ենք նոյեմբերի 15-ին, ու դա արդեն հայտարարված է, իսկ ինչ կապված է հովանավորների հետ, ասեմ, որ մենք երեքս կազմակերպել ենք այդ ամբողջ գործընթացը, այսինքն հովանավորներ գտնելու եւ աղջիկներին շատ հարցերում աջակից լինելու, իսկ աղջիկները իրենք կարող են իրենց համար հովանավոր գտնել, բայց դա պարտադիր բնույթ ընդհանրապես չի կրում, դա ուղղակի կողքից աջակցությունը նրանց, ինչքանով որ դրանք կցանկանան։ Իսկ գումարային առումով բացարձակ պարտավորություններ չեն եղել ֆինալիստներին, որպեսզի նրանք հովանավորներ գտնեն։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչը կազմակերպել են մեր երեքիս միջոցով։ Ik ben dus Peter, fotograaf, amateurfotograaf. Ik werk altijd samen met mijn collega. Ik ben Luc, hobbyfotograaf. En de belangrijkste shoots die doen wij met ons tweeën samen. Ik zelf ken Karine, ik denk al 8 jaar. En ja, zo is dat dan gekomen, dat ze het aan mij vroeg. Zo ben ik ook wel de huisfotograaf. Ik vind vanzelf niet, ik heb er ook al een paar gedaan. Dat is nu iets totaal anders, omdat het over één land gaat. Ja, voor mij is het zo. Ik zit ook al een aantal jaar in het eerste wereldje. Dus ik heb ook wel wat ervaring, zowel met fotoshoots als met finalisten of andere meisjes. Dus op dat gebied is dat voor mij ook makkelijk werken. En zeker deze groep. Wat eigenlijk een hele gemakkelijke groep is om de meisjes voor mee te kunnen samenwerken. Dat is echt wel. De eerste dag liep heel vlot. Toch al een paar, maar ik heb ook al geleerd in verkiezingen dat er nog altijd verrassend kunnen bovenkomen. Ja, totale plaatje.
Het is ook niet echt een typische mesverkiezing. Het is eerder een landvertegenwoordiger. De winnares krijgt de reis naar Armenië. Komt dat er nu allemaal in? Juist dat de reporter van We Love Misses nogal vervelende vragen stelt. Het is gedaan.